Nee, hij gaat het verpesten. Jo, hij gaat de camera laten bewegen. Kom maar. Welkom dames en heren bij deze nieuwe video. De Girlfriend Tag. Zoals wie is de girlfriend? Deze of deze? Dit is een mannetje. Dit is mijn maat. Oh, je moet stoppen met de lange intro's. Ja. Ja, die video die kunnen jullie terugkijken hierboven. Daarin zien jullie dat ik eigenlijk gewoon elke vraag wel wist. Ja, en als je dus de basisvraag van de tag wil zien, die gaan we die nog een keer herhalen. Dus nee, die kan je daarin zien. Maar Ruben, dus, nou zeg dat maar. Ja, ik heb dus die tag een beetje veranderd. Ik heb gewoon mijn eigen vragen gedaan. Dat vind ik gewoon veel leuker. Alleen maar je eigen toch? Ja, alleen maar. Ja, misschien dat er toevallig een paar hetzelfde zijn. Maar gewoon helemaal zelf. Ik heb wel zelf bedacht. Nou ja, wat het dus is, waarschijnlijk weet ik heel weinig van Ruud. Het kan enkel maar dat het misschien een beetje. Ik ben niet egoïstisch, maar ik ben wel gewoon in mijn leven veel met mezelf een eigen dingetje bezig. Meer op jezelf gericht. Dan jij. Ja. En omdat ik ook meer mijn eigen ding doe dan jij. Waarschijnlijk. Ik heb gewoon heel veel dingetjes die ik altijd doe. Dus ik heb gewoon. En ik ben heel erg iemand die heel veel praat. Dus ik vertel ook altijd, ik kijk dit, ik wil dit, dit is mijn lievelingseten. En hem boeit het vaak niet echt. Dus het komt minder ter sprake. Dus deels mijn fout, deels mijn fout. Het is niemands fout. Maar deels ligt het een beetje aan mij, maar het ligt ook een beetje aan hoe jij bent, zeg maar. Dus ja. Don't blame me. Maar ik heb er niet heel veel zin in, want ik denk dat het echt heel awkward wordt, hoe weinig ik weet. We gaan beginnen. Vraag 1. Ben een goede binnenkomer. En een van de makkers. Wat is mijn tweede naam? Je hebt geen tweede naam, schat. Dat is de trickvraag. Je hebt geen tweede naam. Ik ben naam misschien. Oké, wat is mijn nationaliteit? Belgisch. Vlaams. Belgisch. Nederlands. Je hebt een Belgisch en een Nederlands paspoort. Ja, twee nationaliteiten. Oh. Waarom alles trickvragen? Nou, de eerste twee dacht ik. Ja, gewoon. Je zegt, wat is mijn nationaliteit? Eentje is dat, hè? Nederlands. Ja, ik dacht, waarschijnlijk ga je gewoon Nederlands zeggen. Dat. Ja, maar jij hebt geen goede Nederlandse woord. Nederlandse sinds op de alfabet. Nee. Wanneer heb ik mijn diploma detailhandel op het mbo afgerond? Je weet dat ik heel kut geheugen heb. Nee. Oké. Welk jaar? Nou, je bent in 2015 begonnen. Dus in 2015 heb je die ook afgerond. Ik heb nooit detailhandel gedaan. Ik heb marketing communicatie gedaan. Ik dacht dus ook detailhandel. Ik dacht het nog. Ik denk, huh? Je moet scherp zijn, want ik heb hele vele vragen gedaan. Oké. Okay. Maar het was marketing communicatie. Ja. En die ben ik alweer een woord gemist. Twee jaar geleden, dus 2014, ik ben ook die ben in 2010 begonnen. Vorig jaar zat ik in de eerste van HBO. Daarvoor daarvoor heb ik nog een jaartje HBO Diemen gedaan. En daarvoor heb ik afgerond. En daarvoor heb je beveiligersdiploma gehaald? Ja, dat was echt, toen was ik 16. Ja. En je hebt bij Rex gewerkt. En bij makelaar. Ja. En je hebt op het VGC college gezeten in deze. Ja. En daarvoor? Van de Munifanzakschool. Weet je. Wat vind je het vies aan mij? Oh, dat is geen vraag. Dat is geen testvraag. Weet jij het antwoord al? Nee. Het vieste? Ja, ik wil gewoon normale vraag. Ik vind niet echt iets vies aan jou. Gewoon het vieste. Het kan voor alles zijn. Dan kan ik aan mijn nagels aan het bijten ben. Oh, op de bank. Eigenlijk op de bank gaat hij zijn nagels eten. En helemaal netjes, of met een schaartje is geknipt, op de bank leggen. En uit zijn neus eten. Wat doe je dan meer? Ja, de laatste drie. Dat deed je eergisteren nog. Drie dingen deed je. Oh ja, en zijn puisten uitknijpen. Maar dat is echt heel vies om te zeggen. Mogen zij dat allemaal weten? Oké. Okay. Ja. Wat is mijn lievelingseten? Nou, ik wist dat die zou komen, maar je hebt geen lievelingseten. Oké, wat okay, vind nou, je? Vindt... Top drie, wat ik lekker vind. Nou, Turkse pizza en kapsalon, maar zit er waarschijnlijk niet tussen. Broodje dinner. Ja. Maar ja, soms heb je een keer een kapsalon, soms heb je gewoon zin in een Turkse pizza met vlees. Nou, maar die vraag komt zo meteen nog. Dat is meer voor onderweg. Oh. Maar als ik dan bijvoorbeeld in een restaurant en ik zou alles kunnen bestellen. Nou, pizza vind je ook echt super lekker. Ja, welke pizza? Grieks vind je ook lekker. Quattro stagioni? Nee. Funghi met ham. Champignon en ham. Of alleen ham. Met die met artichok? Ja, dat is quattro stagioni toch? Maar je hebt niet die met die salami, dat hoef je niet. Nee. Maar niet met heel veel kaas of zo. Dat vind ik niet zo lekker. Nee. Of met shawarma. En jij hebt gewoon niet echt één pizza. Ik heb altijd caprese. Saté vind ik heel lekker. Nee, ik was nog niet klaar. Saté vind je heel lekker. Oh, dat is goed. Grieks vind je ook wel lekker. Ja. Sushi vind je ook lekker, maar dat zou je nooit in je eentje gaan doen. Nou. Meer dan mij, tegenwoordig wel. Nee, dat sushi vind ik wel echt heel lekker. Ja. Maar ja, ossa's vind je heel lekker. Ja. Sperrips vind je heel lekker. Je houdt heel veel van vlees. Ja. Je houdt niet zo van vis, alleen maar sushi eigenlijk. Ja. Oké. Was liefde op het eerste gezicht? Nee.
Hij dacht gewoon, oh, haar vind ik wel leuk. Je vond mij een interessant projectje. En uiteindelijk, uiteindelijk werd je verliefd op me, maar dat wilde je helemaal niet. Nou, kijk, ja, en niet een projectje of zo. Dat klinkt zo raar. Ja, maar jij dacht wel van, oh, kan ik haar krijgen? Je verwoordt het allemaal heel raar. Ik dacht niet meteen van, oh, nou met haar wil ik meteen een relatie. Ik ging gewoon kijken, aanmodderen, een beetje daten en zo. Maar wat wel zo is, je wilde juist uit je scharrelperiode. Je wilde juist op zoek naar wat serieus. Maar je dacht niet, zij is te serieus, maar je dacht wel, ik kan haar wel kijken of wat nou, ik dacht gewoon, ik kan met jou echt leuke dates doen. Ja, om even weer aan het normale te wennen, zeg maar. En daarna vind je een droomvrouw. Dat dacht je. Nou, niet waar. Misschien was jij mijn droomvrouw. Oh, kutvraag. Ja. Nou ja, sorry hoor. Ik wil ook een beetje... Toen moet je even mensen. Ja, welke game speel ik altijd? Ik kan het als je één hintje geeft, kan ik al die liedjes, al die teksten kan ik zeggen. Maar het is er van Out of the money. Out of the money, ja. wat zingen ze dan? Zeggen ze wel meer. Hoe gaat het? Maar hoe heet de game zelf? Nou, Sant Andreas speel je niet meer. Ja, dat is GTA. GTA speel je ook niet meer. Hoe heet die game die ik gewoon echt al jaren speel? Call of Duty? Battlefield? Call of Duty. Oh ja, Grand Theft Auto. Ja, dat is GTA. Oh. Maar ik weet wel, want hij speelt ouder toen ik in ben. En dan zeg ik, kut, god. En dan gedoe. En dan moet hij door zo'n heel, door allemaal oude huizen moet je lopen. En dan zie je allemaal enge, nee, gewoon mensen, random mensen. Niet met zombies of zo. Nee. Oké, waar kan ik echt niet tegen? Van mij? Ja, gewoon algemeen. Mag ook van de mensheid zijn. Zeiken? Ja, wat is het? Mensen die heel nors zijn. Mensen die gewoon geen discussies willen voeren. Kan je ook niet tegen. Mensen die niet openstaan voor een discussie. Of mensen die heel bij hun eigen punt blijven en niet er vanaf kunnen. Maar het ergste vind jij egoïsme. Ik denk hele gierige mensen. Ja, gierig, hele maar gierig qua geld of qua gunnen. Gewoon mensen die elkaar niks gunnen, daar kan je niet tegen. Maar houd dat jezelf in je hoofd? Ik heb geen vraag, ik heb geen antwoord erop. Maar wel, ik sluit me gewoon helemaal aan, want dat klopt wel. Maar dat is ook het idee. Jij moet gewoon altijd denken van ja, jij kent me beter dan dat ik mezelf ken. Oké, wat is mijn top 3 beste series? Beste series? Ja, die ik gekeken heb. Ik weet niet wat jij de beste vond. Ik vind Pablo Escobar heel goed. Maar ik weet niet of het je beste is. Ja. Nu Mark. Kijk je In the Night of zo? Night of? Nee, Night. Of. Ja, The Night of. Oh ja, The Night of. Ik zit drie woorden. Maar ik weet niet of je dat... Nee, gewoon niet de beste. Lost vond je ook niet de beste? Nee. Hannibal ook niet? Nee. Maar je weet echt wel welke ik wel echt heel goed vind. Welke je echt heel goed vond. Waar je echt op wacht dat hij weer uit is. Ja. Waar ik echt best wel recent. Depressief was dat hij voorbij was. Heb ik die ook gezien? Niet de vampieren serie. En die andere versie van de vampieren serie. Hoe heet het ook weer? True Blood, Vampire Diaries. Nee, het andere. Welke dan? Ik weet het niet. Oh, Game of Thrones. Ja. En? Mijn geheugen, dat is het maar gewoon. Maar die heb ik dan voor jou gekeken, denk ik. De Wire. Ja, nee, met Elsa Stom. Maar die vind je te lang dralen. Nee, die heb ik hem afgekeken. Oh, die zou ik te lang dralen. Die vind jij te lang dralen. Oh, mag ik één ding zeggen trouwens, even. Ik heb echt een heel slecht geheugen. Dat zeg maar, daar ben ik de laatste tijd steeds meer achter gekomen. Ik herinner me of iets heel precies, of helemaal niet. En dat ligt ook deels aan mijn ADD. Ik ga er ook nog wel eens een video over maken. Maar ik heb echt een probleem met mijn geheugen. Ik weet bijvoorbeeld niet dat ik met mijn moeder en mijn broertje op Sapke ben geweest 3 jaar geleden. Dat kan ik me niet herinneren. Wat is de volledige naam van de opleiding die ik nu doe? Landscape and Environment Management. Oh, ik dacht dat je het nooit zou weten. Wel? Oh, oké. Ik heb laatst nog in de vlog gezegd. Heel goed. Dus hoeveel punten heb je nu? 7. Ja, 7. Ik dacht 2. Heb ik liever een kat of een hond? Hond. Als ik moest reïncarneren, in welk dier zou ik terug willen komen? Hond. Ik denk het ook, maar ik weet niet helemaal zeker. Ik heb het denken aan een zeemeeuw of zo. Dat lijkt me ook heel lekker. Dat je ook lekker kan vliegen en zo. Ja, het lijkt me meer iets voor jou om een vogel te zijn. Ja. Lekker vrij. Ik heb een hond die heeft een baas en ik hou niet van een baas. Nee. Maar een wilde hond dan of zo. Ik denk wilde. Nee, ik denk niet dat je per se. Je bent qua karakter lijkt je op een hond, maar je zou niet reïncarneren. Jij zou eerder een reïncarnatie zijn nu van een hond. Je was in je vorige leven een hond. Best. In je vorige leven was je een hond. Wat doe ik het liefst met jou? Wandelen. Dat vind ik niet leuk. Knuffelen. Ja, maar wandelen, ik bedoel hier in Nederland. Knuffelen. Ja, ik bedoel. Oh, naar Artis. Sushi eten. Sushi eten, denk ik wel. En? Dat is echt gezellig. Wat je altijd zei van, dat is eigenlijk iets wat helemaal niets voorstelt, maar ik vind het heel leuk samen met jou. Altijd, als we erheen gaan. Balletjes halen we er altijd. Oh, de IKEA. Ja, dat vinden we allebei leuk. Maar we hebben nu niks meer nodig.
dan is het minder leuk. Even kijken. Ik dacht balletjes en golf of zo. Ik mis het golf. Wat vind je mijn sterkste punt? Dat je heel sociaal bent. Je hebt humor. Ik ga meteen die blik in je ogen. Wat? Die je het moeilijk vindt om te horen. Helemaal niet. Dat is jouw sterkste punt. Ja, is leuk om te horen. Waar irriteer je? Dat is waar ik me ook op viel. Ja. Waar ik je aan irriteer? Ja. Nou, als we met z'n tweeën zeg maar zijn, zo ben je niet naar anderen toe, maar naar mij, dat je gewoon heel onaardig kan doen. Tegen mij, terwijl ik, als ik iets doms doe, zoals mijn popschoenen in de gootsteen afspoelen. Ja, maar het is niet dat ik bij anderen niet doe. Ik heb bij mijn zusje denk ik vroeger ook. Ja, oké, okay, maar mensen met wie jou. Je heel hecht bent, ja, daar word je, kan je gewoon best wel boos op worden. Ja, of chagrijnig. Ja, en dat vind ik heel onaardig dus, ben je dan tegen mij. En dat je... als ik iets aan je vraag van wil je dit doen of zo, dat ik altijd moet wachten op het goede moment om het te vragen. Dat je niet, of je hoort het weer eens niet. Je luistert nooit naar mij. Maar dat komt omdat ik ook heel veel praat. Dus dat is ook weer een voordeel van onze relatie. Dat je selectief gehoord hebt, anders zou je gek worden. Maar dat ik gewoon heel vaak even wil praten of zo, maar dat jij er nog geen zin in hebt. Ah ja, dat kan wel. Dat mis ik echt. Dat jij zegt, je hebt een vriendin nodig. Maar ik ben daarin too much en jij bent daarin eigenlijk te weinig. Ja, dat klopt. En wat ik dan doe, hè, onbewust, ik blijf maar praten. En dan zeg je, houd je mond, zeg ik, ja, onbewust blijf ik doorpraten omdat ik een reactie wil. Ja. Dat is iets wat gewoon kut. Maar meestal is dat ook meestal als ik echt iets aan het doen ben of zo. Een spelletje op je telefoon. Nee, of gewoon net in een serie of net in iets. Ik weet niet. Maar dat is niet altijd. Ook wat lief. Ja. Oh, en dat je echt geen cadeautjes voor me koopt. Begin wel. Ja. Maar dan ja, moeten we het dan wat erin zeggen? Oké, okay, nou, want ga maar niet te lang door. Oké, okay, maar jij bent gewoon heel veel eisend. Vroeger heb ik heel veel cadeautjes voor je gekocht. Maar gewoon dit kettingje voor maat gekocht. Ik heb vroeger heel veel. Ik heb de mooiste dingen voor je gekocht, maar het was altijd niet helemaal goed. En ja, uiteindelijk dacht ik van nou, dat is nooit goed. Oké, welk merk gel gebruik ik? Taft. Grijze. Eerst oranje. Witte. Oh ja, de grijze vond je niet goed. Ja. Nu de witte en de voor de oranje. Oké, wat koop ik als ik honger heb onderweg? Turks pizza. Broodje dunne. Wat drink ik het liefst? Cola, maar dat drink je niet meer. Nee, dat drink ik niet het liefst. Nee? Als ik naar een café ga. Als wij naar... Ja. Maar niet als je op weg naar school bent? Nee, maar ik bedoel meer als we een tasje pakken. Oh, ja, biertje? Koud biertje. Merk mij niet heel veel uit als er maar geen slootwater voor vader jij is. Klopt. Ja, dat is... Oké, okay, als ik de loterij win, welke auto koop ik dan? Mercedes. Porsche? Ik zeg, ik weet alleen wat je dat ook weer hebt gezegd, maar ik zou geen idee hoe die eruit ziet. Wat is mijn schoenmaat? Ja, toevallig heeft hij deze net voor de video al gezegd. Toen zei ik 43, zei hij nu 42 golf. Oké, okay, welke film vind ik het als leuk? Ik schoenen voor jou moet kopen, moet ik maar 43. Ja, 42 golf hebben ze bijna nooit. 43 pas kopen. Ja. 43 is wel goed. Zijn jullie van onze servieskast? Welke film vind ik het? Wat zijn top 3 films? Nou, ik weet dat je... ik zeg een notebook. Hoe heet die nou? Van welke musicals zijn geweest. Dat is mijn geheugen. Mijn geheugen trainen is goed voor je. Laat me even kraken. Nou, van die man in de rolstoel met die donkere man. Die gaat, ja. Hoe kan je dat niet weten? Ja, ik ben gewoon mijn hersenen, sorry. Yes, ben je ook heel moe ofzo? Helemaal niet. Intouchable? Ja, klopt. Verder weet ik niet wat jouw lievelingsfilm is. Avatar? Avatar? Oh, dat wist ik niet. Ik weet ook niet echt wat jouw genre is. Inception. Ah, die droom in de droom. Weet dat tolletje. Weet je niet meer? Ik heb nog veel meer films. Ja, ik zou wel even drie willen. Ja? Dat wist ik echt. Oké, het einde van de video stond er helemaal niet op. Een geheugenkaart die space dus een beetje. Dus we hadden maar iets van een kwartier om op te nemen. Maar het was toch saai. Nu zie je dat cheaten. Dus ja, we sluiten nu gewoon hier maar af. We hebben wat anders aangetrokken, want we gaan iets anders filmen. Dat is gewoon leuker als je wat anders aan hebt. Maar we zijn er gewoon eerder over. Maar dit is de afsluiting van de video. En de volgende video van ons komt misschien pas over een tijdje online, maar we gaan hem nu opnemen. En we gaan chips proeven. Dus abonneer zeker als je die video wil zien. Bedankt voor het kijken. Sorry dat het misschien niet zo leuk was, maar ja. Dat van de Q&A hebben we nu ook niet erop. Dat moeten we even herhalen. We hebben net besloten dat we een Q&A voor jullie willen doen. Want ik krijg heel vaak vragen omtrent onze relatie, maar samenwonen, dat soort dingen. Je krijgt shout-outs gewoon als je echt originele leuke vragen doet. Oké. Okay. Hoe ken je dan van? Ja. Die heeft iedereen al. En iedereen wil weten over ons samenwonen. Dus gaan we echt die naam, mag je die naam noemen? Oké, dan noemen we je naam. Maar we gaan op Instagram een post plaatsen op mijn Instagram, Charlotte Blitzbloem. En daar kun je vragen stellen. En we weten nog niet precies wanneer, maar volg me daar even, houdt in de gaten. We moeten 25 vragen totaal hebben. Oké. Okay. Dus als we 25 hebben. Goeie. Goeie. Moet ik mijn blouseje dicht of open, jongens?
dicht. Zo? Oké. Nou, wij gaan nu verder met onze Just Pool video. Bedankt voor het kijken, abonneren, liken, doei!